jarenlang lag de bunker, ook wel de 601-bunker genoemd, verstopt achter het groen en onder de grond, vlakbij de Maaslandkering. Onlangs kreeg Stichting Atlantic Wall Museum de bunker in haar bezit en begon de bunker uit te graven. Er lag hier 20, 30 centimeter grond, zoals daar eigenlijk nog een gedeelte te zien is. En het frappant was, toen we die grond gingen verwijderen, toen kwamen de voetstappen tevoorschijn. En niet zomaar voetstappen, voetstappen van zo'n 80 jaar oud, uit de Tweede Wereldoorlog. Voetstappen van mogelijk Duitse militairen. Maar om daar zeker van te zijn, doen ze onderzoek met spullen uit hun eigen museum in Hoek van Holland. Het museum heeft een grote collectie met originele attributen van Duitse officieren, soldaten en dus ook Duitse laarzen uit die tijd. En dan zie je dus inderdaad het hakkenbeslag op deze Duitse laars. Zoals deze soldaat hier ook aan heeft. Dus voor ons was het een zonneklaar geval. Een Duitse laars op het dak van de bunker. Heel bijzonder lijkt mij. Dat is heel bijzonder. En het waarom? Ja, wie zal het zeggen? De teer was nog nat. En ze zijn daar gewoon maar doorheen gaan sjouwen. Zelfs een officier is er doorheen gaan lopen. Heel merkwaardig. Hoe blij ben je dan als je dat in één keer ziet, als je dat vindt? Nou, toen ik het van de jongens doorkreeg, waren we toch wel erg blij. Want nogmaals, ja, je hebt het over een stukje historie. Wat is hier gebeurd tijdens die bouw? Waarom heeft men hier doorheen gelopen? En dan is dat toch historisch gezien wel interessant om daar toch eens wat verder onderzoek naar te doen. De bunker zal begin volgend jaar worden ingericht als extra locatie van het museum. Daarvoor krijgt het dak wel opnieuw een teerlaag. Op de plekken van de laarsafdrukken moet glas komen, zodat deze eeuwig blijven bewaard.